Jongens en meiden, voordat deze video begint, ik wil jullie enorm bedanken voor de 900.000 abonnees. We zijn alweer op de 903.000, het gaat super snel. Dus vergeet natuurlijk niet om te abonneren, want de road naar 1 miljoen abonnees is begonnen. Abonneer hieronder. Yes. Nou, welkom weer terug hier zo bij een nieuwe video. Ik heb hier vandaag een hele speciale gast naast me zitten. Vertel eens, wie ben je? Nou, ik ben Jamila. Ja, nou ja, waarschijnlijk wisten heel veel van jullie dat al natuurlijk. Maar ik ben hier vandaag dus inderdaad met Jamila, oftewel ja, meisje Jamila, zo heet je YouTube kanaal. Ja, inderdaad. Ja. En wij hebben samen een video ook opgenomen op Jamila haar kanaal. Dat is echt super leuk geworden. Dus als je dat wilt zien, kan je dat daar checken. Voor mij was het leuker dan voor jou volgens mij, maar het is alsnog wel heel erg grappig. Ja, klopt, inderdaad. Maar vandaag is het dus ook tijd om voor ons iets speciaals te gaan doen. Je hebt het misschien wel eens ergens gezien. Ik weet niet of dit al eerder gedaan is. Ja, ik weet het niet. Volgens mij wel outfits raden, maar ja. Huizen raden. Je hebt het misschien al aan de titel gezien. Inderdaad, wij gaan dus vandaag huizen raden van YouTubers. Maar voordat we dat gaan doen, zal ik ook gewoon een like al zetten. Ja, laten we doen. En Jamila, yes. De video's is het altijd dat een like al gezet wordt, dus nu mag je ook een like al. Dan mag ik eentje verzinnen. Dan gaan we gewoon lekker hoog. We gaan voor de 21.503. Lekker. Wow. Oké, 21.503 likes. Zo, dat is wel heel erg cool. In ieder geval, mijn lieve zus heeft dus allemaal huizen uitgezocht van YouTubers en die heeft ze dus allemaal verzameld voor mij. Oh jee. Ik zag net wel als een foto en daarvan dacht ik al van, hoe moet ik dit gaan weten? Ik ben sowieso heel slecht hierin. Ik ook. Maar, ik denk dat maar tijd voor de eerste. Oké, okay, ik ben er al klaar voor. We hebben hier de iPad. Hier staat het dus allemaal op. De allereerste. Ben je er klaar voor? Nee, wat is dat? Daar komt hij, ja. Is dat het? Maar oh, het zijn YouTubers van de hele wereld. Ik heb dus aan mijn zus gevraagd van, kan je Nederlandse YouTubers doen? Ik denk niet dat dit een huis in Nederland is. Dat denk ik ook niet. Als dat zo is, dan wil ik weten wie dat is, want dan... Zo, dan doet hij het wel heel goed inderdaad. Zo, ja, wel. Dit moet wel een hele rijke YouTuber zijn, want dit is letterlijk een kasteel. Wat denk je nu? Ja, ik denk Jake Paul. Jake Paul? Ik denk Logan Paul. Dit is spannend. Een verschil tussen die twee. Wonen ze niet samen? Dat weet ik dat niet. Dat weet ik niet. Zullen we nog allebei ons antwoord al zeggen nu? Ja. Oké, 3, 2, 1. Jake Paul. Logan Paul. Oké, daar komt hij. Oh jeetje. 3, 2, 1. Logan Paul! Ja! Nee! Oké, maar die heeft wel echt een super groot huis dan inderdaad. Zo, echt wel. Nou, ik vind dat ik wel een half puntje verdien, hè. Ik vind dat je wel een half puntje verdient. Ja, je hebt het Paul gedaan. We zaten dit bij. Zo! Oh! Dit is wel een lekker rotzooitje, maar dit ziet er wel uit als Amsterdam. Wacht, ik moet even inzoomen hoor. Ik zie bier staan, dus dat is misschien... Oké. Okay. Ik zie een heel, ja, kantoors eigenlijk. Het is wel echt een hele grote troep, dus het is sowieso een rommelkont. Ik heb geen idee wat dit is. Wie speelt er keyboard? Keyboard, bier drinken. Ja, het is een enorme rotzooi in huis. Sorry. Nee. Sorry. Oké, ik denk dat ik een idee heb, maar alleen omdat ik ooit... een video heb gezien waarvan ik denk, oh daar lijkt het op. Oké, ik denk dat ik ook een idee heb, maar ik weet het niet. Sorry als ik je beledig. Ja. dat ik je rotzooi... Same. Oké, 3, 2, 1. Rutger Fink. Kwebbelkop. Ja. Serieus, Kwebbelkop? Dat denk ik. Maar ik had dus een keertje zo'n aflevering gezien waarin hij dus het over zijn huisjes had en zo. En ik dacht dat er in ieder geval zo'n appartement vrij hoog met heel veel ramen was. Dat kan best wel. Zo, dan maakt hij er wel lekker rotzooi. Ja, volgens mij is Rutger... echt heel erg schoon. En Thomas. Okay, gaan we kijken naar het antwoord? Oké, 3, 2, 1. Marijs Schuurveld! Wow! Maar zij woont samen met Jeroen van Holland en haar vriend volgens mij, toch? Oh, oké. Okay. Dus... Nou, dan hadden we allebei dus gewoon keihard hartstikke fout. Wow! Nee. Marije, ga je huis opruimen? Opruimen? Dat kan echt wat? Niet. Oké. Okay. Wow! Maar dit is een leeg huis. Een leeg huis? Ja, ja. Nu kunnen we echt bijna niks mee. Daar kan je dus niks uithalen. Dus het moet iemand zijn die onlangs is verhuisd, denk ik. Die onlangs, ja, of het is een oude foto hoor. Maar ik zie dus ook geen uitzicht. Die, ja, maar dit is zo lastig, want nu heb je ook letterlijk niks waarvan je kan zien van, nee. Oh, zij of hij zou dit huis hebben. Wie zou het kunnen zijn? Ik weet het echt niet. Nee, ik heb ook gewoon letterlijk geen naam in mijn hoofd. Waarom weten wij dit wat? Niet? Ja, we kunnen ook gewoon passen. Gewoon. Nee, maar we moeten wel echt gewoon iets raden. We moeten gewoon een naam hebben. Ja, oké, ik weet het. Misschien Masha en dat Beauty Gloss wel. Ja. Ja, mag jij het zelf kiezen wat je wilt? Ik ga voor Jamie. Dan komt het antwoord. 3, 2, 1. Monica Geuze? Woont zij hierin? Huh? Nou ja, dan heeft ze het nu vast wel mooi ingericht. Ja, dat denk ik ook. Maar dit was echt, we konden er geen hint uit halen.
vertellen. En bedankt, hè, Melanie. Melanie, wat doe je nou? Hoe moesten wij dit nou weten? Ja. Monica Geuze. Okay. Nou, dat had ik je echt serieus... Terwijl ik wel eens gewoon haar vlogs kijk. Maar dit had ik je echt letterlijk niet uitgehaald. Nee? Of is het een oud huis van haar? Ja, het zou best kunnen. Ik weet het niet. Laten we door naar de volgende. Oké. Okay. Oeh. Oh, hé. Hey, maar wacht eens even. Ik zie wacht groen. Dit is een screenshot uit de video. Want ja. Er staat na. En dit... Nee, ik weet het. Ik weet het. Oké. Okay, ik weet het ook. Ja, je weet het ook. Nou, dan weet ik het eindelijk. Oké. Okay. 3, 2, 1. Dylan Hagens. Yes. Ja, ja, ja. Nee, maar ik ben dus in zijn huis geweest. Want we hadden een video samen gefilmd. En ik had een stukje daar gefilmd. Oh, dus echt? Nu dat ik mezelf op die bank voorstel. Nu zie je het ineens. Ja. Oh, het was bij hem. Ja, maar als dit fout is, is het wel echt heel bescheiden. Oké, okay, gaan we kijken. Misschien ja. Heeft iemand anders nog wel dit. Oké. Okay. Dylan Hagens! Wow. Okay. Maar je loopt nog steeds voor. Ik loop nog steeds. Wat is de stand eigenlijk? Geen idee. Ik heb geen idee wat de stand is. Ja. Oh ja, 2,5. Oké, okay, wij maken de andere. Als nog 1. Ja. Je halve punt ga ik toch niet inhalen. Oké, okay. Ben je klaar voor de volgende? Ja. Ga je een dikke comeback op mij maken? Nee. Nee, niet. Nee, waarschijnlijk niet. Ik bedoel, okay. Ja! Ja. Oké, okay, de volgende. Komt-ie. 3, 2, 1. Dit is de volgende. Huh? Waar is dit hier een zwart? Dit is, hier is iemand weggefotografeerd. Ja. Oh. Zo, maar die... Nee, maar dit is dus sowieso een thumbnail. En... Ah. Het is wel een Nederlands huis. Zeker, zeker. Oh, jij herkent het. Jij weet het al. Ik voel me lullig dat ik het herken en dat jij het niet herkent. Ja, maar ik ben gewoon... Dit is mijn eigen schuld. Ik kijk gewoon niet op YouTube. Ja, klopt. Keihard. Hij heeft over de 1 miljoen abonnees. Ik wil jou gewoon tips geven. Ik wil dat het gewoon spannend wordt. Okay. Als jij nu een punt haalt... Maar ja, oké. Okay. Moet ik even denken. Wacht. Ja. Enzo Knol, die was ooit verhuisd en het was dan in een buurt. Maar ik weet niet of die weer is verhuisd. Maar heeft hij een zwembad? Ja, weet ik niet. Broertje. Broertje? Oh, Milan. Milan, is dat zijn huis? Dit is Milan Knol's echt? Huis. Ja. Echt? Gaan we kijken? Ja, vooruit. Maar okay. Had ik niet kunnen raden. Milan Knol! Hey! Milan Knol. Yes! Zo, maar hij heeft het wel goed voor elkaar. Zo, echt wel? Hij heeft het wel goed voor elkaar. Dat is een flink huis. Milan, je hebt het goed gedaan. Mag ik bij je op visite komen? Ja, ik wil ook bij je op visite komen. Ja! Ja! Ja, jij weet het al! Ja! Maar iemand is er dus uitgeknipt. Er is hier gewoon letterlijk iemand uitgeknipt. Oh jeetje. Nee, niks komt me bekend voor. Echt niet? Nee, echt helemaal niks. Komt je dit niet bekend voor? Nee, mag ik even kijken? Ja, tuurlijk. Het lijkt dus op een jongen. Oké, meisje. Ik zie een oor. Nee, het is wel een jongen. Oh, het is wel een jongen. Het is een jongen. Oh. Zo leuk hoe je steeds iemand overslaat waarvan ik denk van, oh, waarom denk je daar niet aan? Nee, ja, maar dat is omdat jij het weet natuurlijk. Ja, klopt. Maar zou ik dus niet weten. Waarschijnlijk ook nog. Nee, het probleem, ik heb... Het komt nu meer over als een overhoring naar jou. Ja. Van wie is dit huis? Ja. Ik heb echt geen idee. Oh my god. Zo leuk dat ik het weet. 5 hours later. Nee, het is helemaal niet leuk dat jij het weet. Jawel, ik vind het heel erg vervelend. Oh, oké. Okay. We doen gewoon, ik weet dat het fout is, maar okay. Dan Masha met... Masha? Ja, dat is fout. Ja. Oké, ik ga met Kelvin. Oh! Zie je, ik wist gewoon wat als ik daarna zou zeggen. Nee! Dan is het ja, zo. Ja, ik ken hem natuurlijk. Kelvin, natuurlijk. Hier, hé hey, jou hoor, het is goed. Zo! Hallo! Jake Paul dan, toch? Weet je, ik ga gewoon om te spa. Dan ga ik nu gewoon een hele andere YouTube zeggen. Jij zegt Jake Paul? Hey. Oké, ik zeg, wie zal ik zeggen? Dit Enzo is, dit is Enzo Knol! Dit is Enzo Knol zijn huis. Nou jongens, Enzo Knol, oké. Okay, nee, maar dacht jij dus dat het Jake Paul zou zijn? Nou, ik dacht serieus niet eerst bij naam, maar jij zegt het gelijk. Dus eigenlijk vind ik het jammer. Ja, maar het is gewoon omdat het echt een belachelijk groot huis ja, net is als met boer. 4 autogarage. Ja. Oké, okay, ready? Het is zo fout. Jij zegt Jake Paul? Okay, ja. 3, 2, 1, het is... Jake Paul! Ja! Hey! Wow! Lekker. Oké. Okay. Ben je er zeker klaar voor? Nee. Niet? Oké, okay, dan geef ik nu tijd. Ja, maar ik oké. 3, 2, 1, daar komt hij. Wie zijn huis is dit? Oh, maar... Nee, hè? Huh? Kijk, ik haat de foto's waar je alleen de woonkamer ziet. Ja, ik ook. Want wat moeten wij nou met een woonkamer? Alsof wij weten van elke YouTuber hoe zijn woonkamer eruit ziet. Ja, wie hebben we nog? Kijk, dat vind ik ook nog lastig. Ja. Is dit niet Masha van Beauty Gloss? Die heb ik misschien al 3 keer gezegd van straks, of jij? Ja. Ze moeten er toch een keer tussen zitten, lijkt me. Nou, omdat we net Kelvin hadden, ga ik voor Peter. Jij gaat voor Peter. Oké, okay. Jij gaat voor Peter, ik ga voor Masha. Oké. Okay. Ben je klaar? Oh, dat gaat zo. Oké, okay, ja, nee, ja. Oké, okay, dit gaat erom, hè? Ja. 3, 2, 1. Enzo Knol! Nee, dat had ik echt niet gezocht. Ja, maar dat is een nieuw huis met een nieuwe keuken waarvan ze moesten wennen aan een apparatuur of zo. Wow, ze weet gewoon. Jij weet gewoon meerdere dingen of zo? Hé, hey, ik zit er echt niet in.
Maar ja, ik heb wel even meer. Yes! Jongens en meiden, ik ben heel erg benieuwd. Waarschijnlijk wisten echt duizenden van jullie wel dat het huis van Enzo Knol was. Dat denk ik ook. Ja, toch? Dat lijkt me wel. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Yes. Ik hoop dat je het leuk vond. Zoals ik zei, staat dus ook een video op Jamila, de kanaal online. Ga die checken. En dit was het. Laat ons ook eventjes weten hoeveel punten jij had. Ja. Jongens en meiden, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei! Doei!